Het ministerie van Economische Zaken organiseerde de workshop Tourism Value Chain om de toerismesector in Suriname te versterken. Dit onderdeel van het SCDS-project ondersteunt middelgrote en kleine ondernemingen via het SEARCH-programma. Consultant Alex Boyd benadrukte het benutten van Surinames natuurlijke en culturele rijkdommen volgens internationale normen. 16 personen met een lichamelijke beperking hebben een landbouwtraining succesvol afgerond en een certificaat ontvangen. De training, georganiseerd door Stichting The Art in samenwerking met LVV, richtte zich op het vergroten van landbouwkennis en economische zelfstandigheid. Dit maakt deel uit van een breder ISOS-project voor sociale empowerment. Het onderwijscongres over het binnenland bracht structurele uitdagingen en duurzame oplossingen in kaart voor het onderwijs in afgelegen gebieden, belangrijke knelpunten zoals lerarentekort, transportproblemen en klimaatgerelateerde obstakels werden besproken. Het ministerie van Onderwijs werkt aan een plan met korte en lange termijn doelen en heeft maatregelen getroffen om onderwijs in alle regio's te garanderen. Recent werden nieuwe en gerenoveerde scholen en onderwijswoningen geopend, maar verdere investeringen zijn dringend nodig om het onderwijsproces structureel te verbeteren.